Wij zijn hongerig naar u, Jezus, halleluja. We willen u horen, Jezus. Hier is mijn hart. Jullie kunnen allemaal zitten, broers. We zijn hier allemaal samengekomen. Met een bijzondere bedoeling. Hemos venido con un propósito especial. En dat jij hier bent. Y que tú estés aquí. Is omdat God iets heeft geschreven in je hart. Es porque el Señor ha escrito algo en tu corazón. Iedereen heeft wel eens wat geschreven. Él lo ha escrito. Iedereen heeft wel wat geschreven. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escrito algo? Ik denk dat jullie allemaal een pen kennen. Ustedes conocen un lapicero. Of is dit onbekend? No, o lo desconocen. Oh, wat is dit? Wat zou het zijn? Het is ontstaan uit het niets. Nee, we kennen allemaal een pen. En we weten ook allemaal hoe je iets moet schrijven. We weten hoe we daarmee om moeten gaan. Maar weet je ook dat je vanavond hier bent? Pero sabes que tú esta noche que estás aquí, omdat iemand iets in je hart heeft geschreven. Porque alguien ha escrito algo en tu corazón. Ja, want wat we hebben gelezen is heel erg mooi. Lo que hemos leído es muy bonito. Het is het woord van God. Es la palabra de Dios. Maar begrijp jij het vandaag wel? Pero la entendemos. Dat God zijn woord in jou heeft geschreven. Que el Señor ha escrito esa palabra en ti. En zijn woord is niet zoals de woorden die wij kennen. Y la palabra de él no es como la palabra que nosotros conocemos. Het is meer. Es más. Het is liefde. Es amor. Het is groot. Es grande. Het is zijn woord. Es su palabra. Want met dat woord. Con esa palabra. Heeft God alles gemaakt wat wij kennen. Él hizo todo lo que nosotros hemos visto. Door de kracht van zijn woord werd heel de aarde geschapen. Con el poder de su palabra se hizo la tierra. Jij bent een wonder van God. Tú eres un milagro de Dios. Uniek door God geschapen. Door de Dios creado. Want alles in het leven, alles, de bomen, de planten, de dieren. Todo lo que vemos, los árboles, los animales. Zelfs de bloemen in het veld. Las flores. Alles heeft een speciale code. Tiene un código especial. Alles heeft, zeg maar, cijfers die je overal terugziet, wiskunde. Todo tiene números y matemáticas que son profundos. Want op een of andere manier kun je het allemaal uitrekenen. De alguna forma son sumados y restados. Want er zijn allemaal wetten in de natuur. Son puras leyes en la naturaleza. Allemaal codes die daar zijn aangesteld. Puros códigos que se han arreglado. Als je alleen naar een bloem kijkt. Si miras una flor. Of naar een menselijk oog. O una persona dat allemaal pigmenten bevat. Que tiene pigmentos. En dat is een wonder van God. Es un milagro de Dios. Of kijk naar jouw genetische informatie. Mira tu información genética. In elke cel bevat wel heel veel genetische informatie, jouw DNA. Es, hay mucha genética información en tu ADN. Ja, en we hebben zoveel genetische informatie, zoveel DNA. Tanto ADN. Dat vertelt hoe je bent, hoe je eruit ziet. Que dice cómo tú te ves y cómo tú hueles. Hoe je eruit ziet. Cómo te ves. En je hebt zoveel dat je er zelfs 6000 keer mee naar de maan zou kunnen gaan en terug. Que... Je hebt zoveel dat je... Ik heb al steeds niet bezig para zonder regresar. Dus dat je heel veel zou kunnen doen. Que podrías hacer mucho. Dit is echt een wonder van God. Es un milagro de Dios. En wij weten dit niet. Y no lo sabemos. Wij kijken naar planten. Miramos las plantas. Wij kijken naar de vogels, naar de dieren. De los pájaros y los animales. Maar we denken, oh mooie vogel, ja. Oh, miramos qué bonito. Ja, wat een mooie boom. Ja, dat is helemaal mooi. Qué bonito árbol. Maar we staan er niet bij stil. Pero no sabemos. Dat God in alles zijn woord heeft geplaatst. Que en cada una de estas cosas el Señor colocó su palabra. En ook in jou. Y también en ti. Maar soms laten we Gods
niet in ons hart schrijven zoals hij dat wil. Pero a veces no dejamos que el Señor nos escriba en el corazón como Él quiere. En willen we dat niet. We zeggen, nee, dit is niet voor mij. Decimos, no, eso no es para mí. Jarenlang hebben de mensen geschreven met inkt. Muchos años las personas han escrito con tinta. Con tinta. De mensen hebben altijd geschreven. Las personas siempre han escrito. Het is iets dat God in ons heeft geplaatst om te schrijven. Es lo que el Señor nos ha puesto para escribir. Om een manier om onze gedachten, onze ideeën of zelfs wetten en beslissingen te plaatsen op iets. Para que podamos escribir nuestros pensamientos en algo. En zodat we niet zouden vergeten. Para que no lo olvidemos. Wanneer is een beslissing eigenlijk genomen zonder dat het is opgeschreven op papier? ¿Cuándo se ha tomado una decisión antes de no haberse escrito en un papel? Wij kunnen niet zomaar komen naar de Eerste Kamer of naar de Tweede Kamer zonder een voorstel te hebben gehad op papier. No podemos ir a la primera a la primera primera segunda cámara del gabinete. En als we niets hebben geschreven op papier, si no hemos escrito nada en un papel, hoe kan er dan een wet worden gegeven? ¿Cómo se puede dar una ley? Maar pero, er is een wet. Hay una ley. Er is iets veel groters dat in alles bestaat. Iets dat in alles is. Hay una ley donde está escrito donde todo existe. En dat is Gods woord. Es en la palabra de Dios. Amen, en daar wordt alles precies verteld. Ahí está todo escrito. En God heeft het voor ons nagelaten. Y él no lo ha dejado. Omdat hij wist. Porque él sabía. Dat wij mensen dingen opschrijven. Que nosotros lo necesitábamos. En dat hij heeft het zo voor ons aangesteld. Y que él lo plasmó así, lo puso así. Hij heeft het zo voor ons aangesteld dat wij ook dat woord niet zouden vergeten. Él lo plasmó así para que nosotros no lo olvidáramos. En als wij de dingen niet zouden opschrijven. Y si no escribiéramos estas cosas. Dan zouden komen, bijvoorbeeld komen naar om boodschappen te doen. Podría pasar que fuéramos a hacer unas compras. En melk. Y miramos la leche. Honing. La miel. Wat mis ik nog meer? ¿Qué nos hace falta? Ik ben iets vergeten. Me he olvidado de algo. Maar als we de boodschappenlijstjes opschrijven. Pero si tenemos la lista de compras. Hoeveel hebben jullie boodschappenlijstjes? ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de compras? Ja, iedereen bij jullie gebruikt boodschappenlijstjes. Todos hacemos una lista para ese. Ja, en ik hou ervan om bijvoorbeeld honing te kopen. En heel veel dingen. Nos gusta comprar miel. Of andere lekkere dingen. Otras cosas ricas. Ja, ik hou ervan van lekkere dingen, maar ik mag niet lopen. En zo zijn er heel veel dingen die je kan opschrijven. Ja, hay muchas cosas que podríamos escribir en esa lista. Maar we hebben iets heel bijzonders dat is opgeschreven. Pero hay algo especial que ha sido escrito. Maar soms vergeten we het. Heel interessant. Podemos pensar, ya, está escrito, qué interesante. En mensen zien er geen belang in. Y la gente no mira importancia aquí. Maar het is Gods woord. Pero es la palabra de Dios. Dat jarenlang door de mensen heen. Que está hace muchos años allí para las personas. Hier wordt zijn woord duidelijk, het woord van God. Aquí está la palabra de Dios muy clara. Het klinkt door heel de Bijbel heen. Está en toda la Biblia. En dat kunnen wij niet vergeten. No podemos olvidarlo. Want als we dat vergeten. Porque sí lo olvidamos. Zal God zijn woord niet meer in ons plaatsen. Porque no estará la palabra de Dios en nosotros. God wil vandaag zijn woorden in jou schrijven. El Señor quiere hoy plasmar su palabra en tu corazón. Die woord dat hij altijd heeft laten zien in heel de schepping. La palabra de él que la ha dejado ver en toda su creación. Wil hij ook laten zien in jou. La quiere dejar ver también en ti. Want jij bent niet meer een schepsel van God. Porque tú eres una creación de Dios. Je bent een schepsel van God, maar je bent nu niets meer. Eres algo más. Je bent een kind van God. Eres el hijo de Dios. En een kind wil altijd natuurlijk leren schrijven als zijn vader. Y el hijo quiere aprender a escribir como el padre. Als zij zoals zijn vader. Y ser como el padre. Zodat we ook dat leren wat God heeft geschreven in ons hart. Para que nos podamos aprender lo que el Señor nos ha escrito en nuestro corazón. Kunnen delen met anderen. Lo podamos compartir con otros. Het bijzondere dat ik vind van deze tekst van Corinthiërs 2, vers
Se hoste 3. Lo que me parece muy bonito de segunda de Corintios 3, 2. Es dat er wordt verteld dat wij die brieven zijn. Es que el Señor nos dice que nosotros somos como unas cartas. Wij zijn die brieven waarin God zijn woord heeft geplaatst. Nosotros somos las cartas donde el Señor ha escrito. Amén, amén. We moeten verborgen moeten blijven. No podemos estar escondidos. Want net als het licht. Como la luz. Moet het juist worden getoond aan de wereld. Tiene que salir en el mundo. Want een wereld zonder bijvoorbeeld de zon. Porque vivir sin el sol. Dan zou een complete duisternis zijn en chaos. Podría ser un completo caos y oscuridad. Ja, maar zo is het ook. De wereld kan niet leven zonder God. Por eso el mundo no podría vivir sin Dios. Heel het universum kan niet bestaan zonder God. Amén. El universo no pudiera vivir sin Dios. Want zijn woorden klinken door alles heen. Porque su palabra se ve en todo lo que nosotros nos rodea. Als je kijkt naar het zang van de vogels. Si podemos mirar a cómo cantan los pájaros. Dan zie je de wonderen van God. Podemos ver los milagros del Señor. Hoe God alles perfect heeft opgeschreven. Como el Señor ha escrito todo perfecto. Door zijn woord. Por medio de su palabra. En de Bijbel is eigenlijk gemaakt in een periode van 1500 jaar. Y la palabra de Dios se ha escrito un periodo de 1500 años. Amén. En dit allemaal was heel bijzonder gebeurd. Want toen God de schrijvers van zijn woord inspireerde. Ja, want Gods woord is geïnspireerd door God. Amen, amen. Hier kun je niet komen en zeggen, oh dat boekje is verzonden door de mensen. No puede decir este libro lo escribió alguna persona. Oh ja, dat was jij zeker. Je hebt ook de stiekem een pen hebt allemaal opgeschreven. Jij hebt het zeker opgeschreven om tegen mij allemaal preken te vertellen. Ja, je bent hier gekomen alleen maar om tegen mij te zeggen, ja, ik ben een briefje, maar dat wil ik helemaal niet zijn. Ik wil geen brief zijn. Sinds wanneer zijn mensen brieven? Desde cuando las personas somos cartas. Dat wil ik niet. Queremos eso. Maar, pero, dit woord, esta palabra, is niet aangesteld door mensenhanden. No es porque lo haya escrito una persona. Het was inderdaad wel iemand die het schreef. Alguien sí lo escribió, ¿no? Maar er was iemand belangrijker dan hem daarachter. Pero había alguien amén, más amén. Amén, amén. Amén. Die hem de woorden ingaf. Amén. Amén. La palabra. Alsof hij als over hem blies. Que la sopló. So, dat komt eigenlijk van een Aramees woord dat heet Rua. Que le dio esa inspiración. Como una palabra arabea. Que era Rua. Blazen. Zo heeft God de Bijbelschrijvers heel veel jaren geïnspireerd. Así. Hij heeft niet tegen de Bijbelschrijver gezegd, ja, en nu schrijf je dat en dat en dat en dat. Want je moet dat doen. En ik wil dat je het zo doet en zo en precies zo. Nee, het komt uit liefde. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Daarom schreef hij toen hij aan het kruis van de stier. Por eso él escribió en la cruz cuando murió. Zijn naam voor altijd in ons hart. Su corazón siempre va a estar en nuestro corazón. Su nombre siempre va a estar en nuestro corazón. Omdat ons hart, wij gaan, bijvoorbeeld brieven gaan wel kapot. Las cartas pueden ser dañadas. Papier gaat op een dag kapot. El papel puede dañarse. Maar zijn woord, pero su palabra, blijft altijd. Siempre estará. En als het wordt opgeschreven in ons hart, zullen wij tot de eeuwigheid hem loven. Amen, amen. Amen, amen, amen. God. Als muziek. Hebben jullie wel eens gemerkt? Dat als je muziek luistert, het lijkt alsof er tegen je wordt gesproken. Amen. Amen, amen. Ja,
your spine music. A veces se escucha una música así, muy fuerte. O fuerte, es muy silencio. Una música muy of your chest music, but from your throat, 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 hay música en la que escuchas, te vuelves, te estás contento. And it lijkt net alsof iemand tegen je spreekt. Y parece como si alguien te hablara. And bij sommige muziek hoor je, denk je zelfs, oh, er is een dialoog tussen de instrumenten. Y en alguna música puedes escuchar que hay alguien te habla por el instrumento. Ja, alsof er een gesprek aanwezig is tussen bijvoorbeeld de piano en de basgitaar. Como si hubiera una conversación entre el piano y la guitarra. Ja, ze praten tegen elkaar. Ellos hablan entre ellos. Maar deze muziek. Pero esta música. Is ook door God in het begin geschapen. Es la palabra de Dios, creador. En ook door middel van kun je Gods woord erin horen. Y también con la palabra que tú escuchas. Je kunt in alles Gods woord horen. Amén. Vergeet het niet, broeders en zusters. No lo olvidemos, hermanos y hermanas. Want zijn woord verklinkt overal. Porque su palabra se ve en todo. En God wil die woorden schrijven in je hart. Y el Señor quiere escribir esa palabra en tu corazón. Als een mooie muziek. Como música hermosa. Het is echt super, geweldig. Esto es maravilloso. Wonderbaarlijk. Maravilloso. Hoe God zijn woord schrijft in jou. Como el Señor escribe la palabra en tu corazón. Met zijn woord. Con su palabra. Kunnen zelfs bergen worden verschoven. Y pueden ser muros derribadas, montañas derribadas. En wonderen gebeuren. Y pasan milagros. Maar niet door wat wij kunnen. No porque podamos nosotros. Maar omdat hij zijn woord heeft geplaatst in amen. Ons hart. Amen, amen. Plasmado su palabra en nosotros. Want met hem is niet zo mogelijk. Porque con él todo es posible. Met hem is alles mogelijk. Amen, amen. Amen. Met hem. Con él. Kan zijn woord in ons hart worden geplaatst. Puede plasmar su palabra en nuestro corazón. Dat wat jij niet kan. Eso no lo podemos hacer nosotros. Dat als je bijvoorbeeld no iets puedes, niet kan. Cuando tú no puedes hacer algo. Vraag aan de Heer. Amen. Dan zal hij je het juiste woord geven. Amen. Ook al weet je helemaal niets. Así tú no puedes nada. Ook al denk je misschien, nee, ik heb geen woorden daarvoor. God heeft altijd het juiste. Amen, amen. En vergis je niet. Het zijn niet jouw woorden. Het zijn de woorden van de Almachtige God. Want zijn woorden klinken overal. Amen. Prijs de Heer. Amen, amen. U was een prijs de Heer. God. Zoals ik er net vertelde, het werd ingegeven aan de Bijbelschrijvers. Él se la dio a los escritores. Zodat zij het zouden schrijven. Como él quería. En zodat zij zouden vertellen aan andere mensen. Como ellos lo podían contar a otras personas. Over zijn grote weldaden. Sobre sus grandes proezas. En dat duurde natuurlijk over een tijd. Want eerst werd de Bijbel geschreven. Porque primero fue escrita la palabra. In klein. In griego. Oh, in griego. In klein tabletten. In klein tabletten. In tabletten de barro. En zo werd het zo allemaal aangesteld en geschreven. Y así fueron escritas. Maar later ging het natuurlijk over naar papyrus. Papyrus. In Egypte. In Egypte. En daarbij werd een soort van speciale inkt gebruikt. Dat was een mengsel tussen olie en gom en een soort van, ja, insecten. En bijvoorbeeld ook allemaal andere dieren. En hacían la tinta. Ja, en zo werd het allemaal aangesteld om geschreven te worden. Ja, eso todo se utilizó para escribir. Ik zou het zelf denk ik niet hebben willen maken, want dan zou ik zo'n insect moeten spletten. Yo no lo podía hacer, porque tendría que matar un insecto.
Ja, ik zou het echt niet hebben gedaan. Maar als dat een manier was, toch werd op deze manier de Bijbel overgeschreven op papieren. En later gebruikten ze een soort van plankjes daarvoor. En dat waren een soort van plakjes en daar werd alles zeg maar met een ja, soort van bijtel of een soort van ja, penachtige pen geschreven. En later werd weer perkament gebruikt. En daarbij gebruikte je ja, schapenleer. Ja, schapenkoeienleer. En die werd die liet je dan zo rusten. En daarna werd het opgeschreven. Maar allemaal opgeschreven ergens. Maar er is een plek. Want al deze dingen gingen kapot op een gegeven moment. Als je deze oude schriften bijvoorbeeld vindt, zie je nog dat het kapot gaat. Daarom wil God vandaag. Zijn woord plaatsen op een plek dat niet zo snel kapot gaat. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Praise God. Praise God. Vraag ik het wel aan God? Bezoek ik dan zijn woord? Of denk ik, nee, God heeft zijn woorden niet in mij geplaatst. Maar als God daadwerkelijk zijn woorden in jou heeft geplaatst, dan wil God vandaag iets groots doen in jou. Want hij plaatst zijn woorden altijd in jouw hart. Amen. Amen. Hij wil vandaag zijn woord plaatsen in jou. Amen. Amen. Als hij dat vroeger al deed. Als hij de Bijbelschrijvers inspireerde om waar dan ook zijn woord op te schrijven. Op elke plek. Op elk moment. Dan wil hij zeker zijn woord schrijven in jouw hart. Amen, amen. Zodat je het niet vergeet. Voor het moment dat er moeite